Ik ben Kees Schepens, 54 jaar, 25 jaar getrouwd met Frances. Hallo. Van opleiding ben ik dierenarts, 1986 afgestudeerd in Utrecht. En ondertussen 27 jaar actief in het varkenswereldje. En vooral actief met het gedrag van het varken. Dit is een kruising tussen een Berkshire en een Hampshire. Maar wat wij vooral doen is zuivere Berkshires houden, net zoals dat. Die zeugt daar met de witte staart, de witte snuit en de witte pootjes. Waarmee we de top horeca in België en Nederland bedienen. Zit. Zit. Vorig jaar kwam Kees op het idee om zijn varkens zo af te richten dat ze zindelijk worden. Goed gedaan, Thea. Dit is Thea en dit is Totti. En Thea en Totti hebben geleerd om in het ene hoekje van het hok te poepen en het andere hoekje van het hok te pissen. Waarom is dat zo belangrijk? Als mest en urine niet bij elkaar komen, heb je geen ammoniak. Maar dan moet je de varkens wel belonen voor hun intelligentie. En dat heb ik gedaan met citroenbonbonnetjes. Goed zo. Kijk. Die vinden ze helemaal te gek. Als je er tijd aan besteedt, dan kun je varken eigenlijk leren om auto te rijden. Tot hier ook eentje. Inmiddels heeft hij patent aangevraagd op zijn idee. Het patent is erop gericht dat ik door middel van beloning dieren kan stimuleren om een bepaald gedrag te vertonen. En in dit geval is dat dus het belonen van het op de ene plek poepen en op de andere plek piezen. Nou, Totti, dat is de moeder van de biggen. En die heeft bijvoorbeeld geleerd dat hier in deze hut never nooit gepoept of geplast wordt. Het idee is dat op het moment dat we het aan de zeugen geleerd hebben, dat zij dat gedrag overdragen aan hun biggen. En lukt dat? De tijd zal het leren. De tijd zal het leren. In ieder geval lukt het mij om het aan de zeugen te leren. Dus dat vind ik al een heel stapje. Ja, dat is mooi zit. Met zijn scharrelvarkens is het scheiden van poep en pies gelukt. Maar om zijn idee van beloning toe te passen in de intensieve veehouderij, is er meer nodig. Dat stukje moet ik gaan automatiseren. Eigenlijk zou je het moeten voorstellen dat als jij naar het urinoir toe gaat, ergens bij het tankstation, dat je even naar de wc toe moet, dat er dan eigenlijk uit de muur zo'n snoepje valt, dat je je mond openhoudt en denkt van wauw, ik heb het weer goed gedaan. Als die automatisering lukt, kunnen varkensboeren wel 40.000 euro besparen op het scheiden van hun mest. De roosters kunnen dan dichtgestort worden, dus de putten die kun je nog gebruiken om urine in op te slaan. En de vaste mest die kun je weer gewoon netjes buiten op de mestveld gaan stapelen. En dan zonder dat je de mestscheider aan hoeft te zetten, exporteren naar welk land dan ook.